Hey, dankjewel dat je hier bent en dat je meeluistert in deze podcast die gaat over vluchten voor schulden. Ik denk dat het op mijn website leavingholland.com de meest gelezen artikel is. Of de meest gelezen artikelen die gaan over het verdwijnen voor schulden. Ik las op het internet dat er sinds 2014 meer dan 60.000 spookburgers in Nederland zijn die uit wanhoop voor een grote schuldenlast zich hebben uitgeschreven in het GBA en daardoor een beetje onder de radar zijn verdwenen. De vraag die heel veel mensen zich stellen als ze in de schulden komen is: kun je vluchten voor schulden? Ja, dat kan. Dat is heel makkelijk. Maar hier moet je afvragen of je het wilt. Je schrijft je uit bij de gemeente en je zorgt gewoon dat je onzichtbaar wordt. Maar is dat wenselijk om te doen? Want je gaat dan leven bij vrienden op zolder, bij familie, in de logeerkamer. En ondertussen lopen de schulden gewoon op. Want aanmaningen worden verstuurd, de deurwaarde gaat je zoeken. Misschien komt er zelfs wel een gerechtelijk bevel. De rekeningen lopen door. Jij bent niet te vinden. En als je wel weer boven water komt, zijn je schulden vele malen hoger. Het lost dus helemaal niets op. Terwijl jij ergens met je kop in het zand zit te niksen, val je dus nog meer tussen de wallen en het schip. Ja, zeggen mensen dan, maar schulden verjaren. Nee, zeg ik dan, als ze dat tegen mij zeggen, dat is niet zo. Want elke aanmaning die verstuurd wordt, dan begint die verjaringstermijn opnieuw. Dus ook al heb je, zeg maar, 20 jaar niks gehoord, en is de verjaringstermijn voor die schuld 20 jaar, dan kan je 2 weken voor die 20 jaar opeens een aanmaning krijgen en begint de dof ellende zo weer overnieuw, vermeerderd met rente, invorderingskosten enzovoort. Oké, zeggen mensen dan, maar dan ga ik naar het buitenland. Dan ga ik naar een land waar ik niet gevonden kan worden. Ja, kun je proberen. Er zijn landen in de wereld die nog niet zo gedigitaliseerd zijn en waar je misschien een hele lange tijd onvindbaar kan blijven. Je problemen beginnen echter al bij de grens, vooral als je belastingschulden hebt of schulden bij de overheid of openstaande boetes. Als een van die organisaties heeft besloten een aantekening op je paspoort te maken, dan mag je op Schiphol eerst de boete voldoen voordat je de grens over mag. Maar stel, dat gebeurt allemaal niet en je komt aan in je ver weg land, prachtige palmbomen, lekker warm, waar je ook maar gaat zitten. En je denkt, ja, ik heb het gedaan, ik ben weggelopen voor mijn schulden. Dat kon dan wel eens vies tegenvallen. Want nu zit je misschien nog onder de radar en ben je niet te vinden. Maar wat gebeurt er als blijkt dat de deurwaarde of het incassobureau een filiaal heeft in het land wat jij gekozen hebt? Of stel je paspoort verloopt en je moet een nieuw paspoort. Of je moet voor een visum en je duikt op die manier op in het systeem. Of noem maar wat. Er zijn zoveel manieren waarop je in deze digitale wereld weer boven dat maaiveld uitkomt waar je zo graag onder wilde verdwijnen omdat je voor die schulden op de loop bent, dat je eigenlijk als je vlucht voor schulden nooit rustig kunt leven. Altijd zit het diep binnenin je. Ik sprak een keer met een man in de Filipijnen die weggelopen was voor zijn alimentatieplicht in Nederland. En hij zei tegen mij, ja natuurlijk, ik doe net alsof ik een leuk leven heb. Maar ergens in mijn hoofd knaagde het. Het knaagde dat ik kinderen in de steek heb gelaten en niet wilde betalen. Tuurlijk, mijn ex was een trut, maar toch, het knaagde aan me dat ik het niet netjes heb afgerond. En dat ik elk moment tegen de lamp kan lopen. Een paar jaar later hoorde ik dat hij inderdaad tegen de lamp gelopen was. Ik weet niet hoe het gebeurd is. Dan is zo'n expatwereldje klein, maar vaag en wordt geroddeld. Dat geef ik eerlijk toe. Maar op een dag stond de sheriff aan zijn deur. Zo heet de Filipijnse deurwaarder. En zijn Nederlandse incassobureau had via een verdrag de schulden laten vorderen via het Filipijnse rechtssysteem. Dan zit je lekker in het probleem. Want dan geldt opeens niet meer de leuke Nederlandse wetgeving waarbij je nog heel veel kan regelen en heel veel kan onderhandelen over je situatie. Nee, dan geldt gewoon keihard de Filipijnse regelgeving.
En kan je dat niet betalen? En kan je familie ook niet betalen? Dat is dan een behoorlijk stuk gezichtsverlies wat je verleidt in zo'n cultuur. Als ze ook bij de familie aankloppen voor jouw Nederlandse schulden. Terwijl je daar net zit te doen alsof er niks aan de hand is met je nieuwe vrouw en je tweede legkoters. Ga je de gevangenis in. Simpel, want je kan niet betalen. En dan zit je in de gevangenis en kan je visum niet verlengen. Nou, van het een komt het ander. Kortom, je zakt alleen maar dieper weg in het moeras. Vluchten voor schulden, tuurlijk. Er zijn mogelijkheden om het te doen. Er zijn mogelijkheden om er heel lang mee weg te komen. Maar of het nou het allerverstandigste is om te doen, ik denk het niet. Op de website leavingholland.com leg ik uit hoe je het dan wel kunt oplossen. En wat de beste manier is om het te doen. Want soms is verhuizen naar een land waar een lagere levensstandaard is, best een goede oplossing. Maar daar zitten dus wat voorwaarden aan. De link naar de website en naar de artikelen over vluchten voor schulden op leavingholland.com staat in de tekst onder de video. Daar vind je ook een link naar een werkblad wat ik gemaakt heb voor die mensen die toch willen onderzoeken hoe ze weg kunnen lopen voor schulden en hoe ze dan zo lang mogelijk de schuldeisers voor kunnen blijven. Dat werkblad kun je aanschaffen voor een klein bedragje in mijn webshop. Nou, ik hoop dat ik je een heel klein beetje heb uitgelegd hoe het zou kunnen gaan als je wegloopt voor schulden en wat de mogelijkheden zijn. Ik wil er nog wel aan toevoegen dat in Nederland dit een heel controversieel onderwerp is. In Nederland zijn we niet gewend om op de loop te gaan voor schulden. We worden opgevoed met het idee en met de gedachte. En ik denk ook wel dat dat hoort bij integriteit. Dat die schulden die je aangaat, die verplichtingen op welk moment ook in je leven ben je die zelf aangegaan. Door verkeerde beslissingen, door beslissingen die op dat moment hartstikke goed leken, maar later tegen je werken. Je bent ze zelf aangegaan. En dan moet je ze dus eigenlijk ook heel gewoon en heel netjes zelf oplossen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was mijn podcast Vluchten over Schulden. Er komen meer podcasts op de Nederlandse afspeellijsten op dit YouTube kanaal. Wat eigenlijk grotendeels in het Engels is. Maar voor de Nederlandse mensen heb ik besloten een aantal Nederlandse video's en podcasts toe te voegen. Onder andere over emigratie. En dus, zoals deze, over vluchten voor schulden. Neem een abonnementje, klik op like, comment als je wilt. Ik beantwoord korte vragen. Ik beantwoord geen vragen over schuldsanering, over ontduiken van schulden en allerlei andere illegale praktijken. Daar werk ik niet aan mee. Heb je behoefte aan persoonlijk contact? Kijk dan op mijn website. In de webshop vind je contactmomenten met mij die je kunt boeken en bespreken. Zodat we buiten de sociale media en de publiciteit die dat met zich meebrengt, met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Hey, blijf sterk en er is altijd een uitweg.